Hallo, ik ben Otto Ome. Ik ga vandaag uitleggen hoe je je iPhone of je smartphone kan aansluiten op je PC. Ik bedoel dan een tower PC of een desktop PC. Hoe je die kan aansluiten als webcam. Het is een leuk programma, het werkt goed. Je ziet de kwaliteit van het beeld. Het is gratis. En er is ook natuurlijk een betaalde versie. Je hebt linksboven hier ergens, heb je EpoCam staan en rechtsonder staat Kinoni. Je kan dat uitsnijden met OBS. Dit is opgenomen met OBS. Je kan natuurlijk ook deze webcam aansluiten op Skype. Ik zal je dat ook tonen. Er komen soms vervelende reclametjes, maar dat moet je er maar bij nemen. Vind je dit filmpje leuk? Geef me dan een thumbs up. Abonneer je op mijn kanaal. En laat ook wat commentaar achter. Misschien dat jullie nog wel zulke tutorials willen hebben. Allereerst ga je naar de App Store van je iPhone of de store, de winkel voor je smartphone om applicaties te downloaden. Je gaat naar zoek en je typt daar EpoCam. Je ziet dat het al komt. Je typt hier op zoek. En dan krijg je deze app. Die moet je downloaden. Dus na installatie of downloading krijg je dit icoontje van EpoCam. Klik je daarop, dan begint de telefoon direct te zoeken naar het bijhorende programma op de PC. We moeten echter nog de bijhorende Windows drivers installeren en dat ga ik u nu tonen. U gaat naar de website kinoni.com. U gaat deze Windows drivers downloaden en installeren. Dubbelklik erop. Dit programma gaat u opslaan en installeren. En zo worden de drivers op uw PC gezet. Na installatie staat dit icoontje op je computer. Om dus de webcam functionaliteit te testen van uw iPhone. Dubbelklik hierop. De computer begint op die iPhone te zoeken. Maar ik moet natuurlijk eerst de app op de iPhone activeren. Het kan eventjes duren. Ze vinden elkaar. En dan duurt het een aantal seconden voordat er beeld is. Voilà, je ziet het. Op de app staat een knopje om de frontcamera te activeren. Voilà, en u ziet mij. Dit knopje voor de frontcamera komt er alleen maar als u een recensie schrijft op het gedeelte van de app. Als er problemen zijn, dus als het beeld niet doorkomt of er zijn veel haperingen, kan u allereerst uw computer eens heropstarten na de installatie. Als dat niet lukt, kan u altijd gaan naar taakbeheer, services en wat moet er geactiveerd zijn is Bonjour services en ook Kinoni service. Als die niet actief zijn, dan zal het niet goed gaan. Nog een laatste must. De computer en uw iPhone of uw smartphone moeten op hetzelfde wireless netwerk staan. Anders werkt het ook niet. Ik had u beloofd om even te laten zien hoe je de webcam of de iPhone applicatie aansluit op Skype. Je gaat naar Skype, je gaat naar extra, instellingen, video instellingen en hier ziet u dan EpoCam, connectie en voilà, je ziet mij weer. Zeer eenvoudig. Vind je dit filmpje leuk? Geef me dan een thumbs up, abonneer je op mijn kanaal en laat ook wat commentaar achter.